Een hybride zaal combineert eigenlijk twee dingen. Een top-röntgeninstallatie in een volledig uitgeruste operatiezaal. En waarom is dat zo? In een gewone operatiezaal vinden we meestal wat eenvoudiger röntgenapparatuur. Nu, wij gebruiken heel veel röntgenstralen en hebben dus baat bij een hele goede installatie. Maar die vind je meestal op radiologie, waar dat ze dan weer niet voorzien zijn op operaties. Het combineert eigenlijk het beste van twee werelden. We hadden het geluk om 15 jaar geleden al een hybride zaal te krijgen. Maar toen was het zo dat we de röntgeninstallatie hebben moeten integreren in een bestaande zaal. En dat was van meet af aan een beetje een compromis wat ruimte en organisatie betreft. Dus op die manier hebben we nu de hele infrastructuur ook kunnen afstemmen op alle behoeften van anesthesisten, verpleegkundigen van ons. Dat is een hele vooruitgang. Wel, voor state-of-the-art zaal hebben we gekozen voor hoogtechnologische technieken te integreren. Zo hebben we gekozen voor een nieuw hypermodern plafond waarin dat alle technieken geïntegreerd zijn, zo elektriciteit, data, koeling, ventilatie. Voor koeling en ventilatie bijvoorbeeld werken we met een permanente CO2-meting, waardoor dat we altijd een optimale en steriele omstandigheden creëren. Maar waar dat we vooral heel trots op zijn, is dat we de volledige engineering en begeleiding met onze eigen mensen uit het ziekenhuis hebben gedaan. Dus de impact van deze nieuwe zaal op ons werk zal heel groot zijn. Niet alleen omdat we veiliger met minder stralen en betere beeldvorming gaan hebben, maar ook omdat er heel wat software toepassingen in het systeem zitten die beeldverwerking voor, tijdens en na de ingreep toelaten. En dus we gaan op die manier de complexiteit die steeds groter wordt naar de toekomst toe beter aankunnen en nieuwe dingen kunnen doen die we vandaag nog niet deden. Deze nieuwe installatie produceert flink wat minder stralen met toch een betere beeldkwaliteit. Dit is zowel goed voor patiënt als alle zorgverleners rondom. Dankzij een nieuw systeem van stralingsmeting weten we op elk moment wie aan hoeveel straling wordt blootgesteld. Deze real-time dosimetrie laat ons toe om onmiddellijk aanpassingen te doen wanneer nodig. De ingebouwde kasten rondom, die bevatten nu al onze materialen, terwijl dit vroeger meer verspreid was over verschillende locaties op elkaar. Door de grotere zaal is het voor alle zorgverleners vlotter en veiliger manoeuvreren.